Ja, dit is zo'n typisch kinderbrilletje van vroeger. Jullie herkennen hem waarschijnlijk wel. Maar inmiddels is zowel de kwaliteit als de vorm een heel stuk vooruit gegaan. Ja, Linda, ik begreep dat 1 op de 5 kinderen een bril heeft of een bril nodig heeft. Dat vind ik eigenlijk best wel veel. Maar hoe herken je dat bij je kind? Nou, heel vaak wordt het op scholen herkend. Doordat kinderen zitten te knijpen of heel snel afgeleid zijn, zich niet kunnen concentreren. Maar ook heel veel ouders zijn verbaasd als een kind een bril moet, omdat het niet altijd te zien is. Ze zeggen, ze kunnen een vlieg op een kerktoren zien zitten. Hoe kan het dat mijn kind dan een bril nodig heeft? Nou, dat komt omdat kinderen kunnen heel goed, het heet accommoderen, dus hun ogen instellen. Dus als een kind +4 hebt en die kan zich daar dan even op concentreren en ziet het dan heel scherp. Alleen daarna krijgen ze dan wel hoofdpijn. Dat lijkt me hartstikke vermoeiend voor zo'n kind. Ja, dat is het ook. Ze kunnen ook hoofdpijnklachten krijgen en snel vermoeid. Maar dan kun je als ouders dus wel even laten checken, neem ik aan. Het is het beste, omdat inderdaad alle ouders zouden dat met hun kinderen af en toe eens moeten doen. En tegenwoordig hoef je geen genoegen meer te nemen met dat suffe kinderbrilletje, toch? Nee, zeker niet. Je hebt zoveel leuke kinderbrillen. En het is gelukkig tegenwoordig ook een modeartikel. Je ziet heel veel bekende mensen met hippe brillen, dus dat vinden kinderen dan ook vaak heel erg leuk. Ook voor volwassenen, zoals je hier bijvoorbeeld ziet, heb je trendy brillen. En die kan je dan ook voor in het klein krijgen voor kindertjes. Oh, dus zowel vader en zoon kunnen dezelfde bril dragen. En wat is er dan op dit moment populair? Nou, de volwassen bril voor het kind is eigenlijk populair. Dus zoals je hier ziet, is dit een volwassen bril, een trendy bril. En die is dan in een kleinere uitvoering te krijgen. Leuk zeg. Maar ook brillen met wisselbare veren heb je tegenwoordig. Dus die kan je bij je outfit aanpassen. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een voorbeeld van. En je ziet hier al, dit zijn allemaal verschillende kleurtjes. En die kan je er zo afklikken. Oh. En dan kan je er een nieuwe kleur aanzetten. En die heb je alleen in kinderbrillen? Nee, die heb je ook voor volwassenen. Ja, ik zou even bij je kijken. Wat te gek dit. Dat is ook leuk, ja. Maar nu is een nieuwe bril uitzoeken vaak niet iets wat kinderen heel leuk vinden natuurlijk. Hoe hou je daar rekening mee? Nou, de meeste kinderen vinden het wel heel leuk. Ja? Ja, omdat tegenwoordig is het natuurlijk een modeartikel. Je ziet veel sterren, bekende sterren die ook een hippe, gave bril hebben. En zo komen ze ook vaak binnen. Dus we maken er ook wel een feestje van. Ze worden hier lekker op hun gemak gesteld. Ze krijgen een snoepje. Ze kunnen spelenderwijs de bril uitzoeken. Echt even een feestje. Ja, inderdaad. En uiteindelijk willen ze natuurlijk die coole, hippe bril die ze op school kunnen laten zien. Ja, en dat is gelukkig ook zo. Tegenwoordig word je er niet meer mee gepest. En kunnen ze niet wachten om naar school te gaan met die nieuwe bril. En zijn er zelfs kindertjes in de klas die naar hun ouders gaan en vragen, ik wil ook een bril. Omdat het zo leuk is. Ja. Hele goede ontwikkeling. Ja, dat maakt mijn vak ook heel leuk. Ja, en als ik toch hier ben, dan shop ik natuurlijk even voor mezelf. En voor jullie staat er een hele leuke aanbieding op de website. Staat die goed?